dat ben je wij. Sinterklaas, zoek hem maar binnen bij elkaar. Kijk, de microfoon aan Sinterklaas, alstublieft. Dank u wel. En Sinterklaas, een heel belangrijke vraag. Hoe was jouw reis uit Spanje dit jaar? Wel, kloontoon, kerstkinderen allemaal. Zoals jullie wel weten, is Sinterklaas al een tijdje in het land. We hebben al bij vele kindjes geweest. En binnenkort moeten we nog vele schoentjes vullen. En met PlayStation 4 niet vergeten in Sinterklaas. Ik heb een PlayStation 4 gebracht, omdat ik zo braaf ben geweest dit jaar. Klantoni, jij krijgt geen PlayStation 4. Oei, en Xbox One, Sinterklaas. Niks. Oh, niks? Zeg, nu moet ik uitleggen waarom ik geen cadeautje krijg dit jaar, hè? Nou ja. Tenzij dat je hier een prachtige show heeft. Ik ga mijn best doen, Sinterklaas. Maar voor ik zo'n show ga geven, heb ik wel een vraagje. Zijn al deze kindjes braaf geweest? Al deze kindjes zijn braaf geweest. Applaus voor jezelf! Zeg, en waar is dat feestje? Hier, feestje! Sinterklaas, wordt fantastisch. Dus om het goed te maken, Sinterklaas, omdat ik dit jaar een beetje stout ben geweest, ga ik nu enkele bovendrukjes over deze dichtbeeldjes. Ik heb het lievelingsdrankje van Sinterklaas meegebracht. En jongens en meisjes, wat denken jullie dat het lievelingsdrankje is van Sinterklaas? Cola en... Martini, ja, dat drink je graag, Sinterklaas. Sinterklaasje, ik ga proberen vandaag om deze fles weg te toveren. Ja, dat kan niet. Dat kan wel, dat kan wel. Maar ik heb daarvoor een toversbrug nodig. Ken jij een toversbrug, Sinterklaas? De toversbrug van Sinterklaas is Sinterkadabra. Sinterkadabra. Amai zeg, gaan we proberen allemaal het is dat hoor. Ik ga een doosje hierover zetten. Jullie hebben allemaal Sinterkadabra. En als alles goed gaat, is straks deze fles voor jullie weg. Gaan we proberen? Waar zijn die handjes? Voilà. Ook de mama's en papa's mogen de handjes uitsteken. Het is weer interactief dit jaar. Vorig jaar heeft die mogen blijven zitten. Ja, ja, ja. Maar we komen ongeveer 20 volwassenen aan voor vandaag. Ja, oké. Klaar? 1, 2, 3. Sinterkadabra! En zoals je ziet, Sinterklaas, applaus. Vergeten zitten, ik moest de fles eruit halen. Ja. Ja. Voilà. Zo, we gaan het nog even proberen, Sinterklaas. Hokus pokus, Sinterklaas, en een dikke applaus. Voilà. Oké, Sinterklaas, we gaan het nog een keer doen. Kijk goed, cola hier. Voilà, 1, 2, 3. En als we dat doen, dan wordt het wel spectaculair. Sinterklaas, ja. Niks hier, jongens en meisjes. Deze gaat erover, voilà. Zo, voilà, hebben we nog een fles. Voilà, hebben we hier nog een fles, Sinterklaas. Voilà. Deze gaat erover, hier zit er ook niks, Sinterklaas. Maar niet. Oeh, momentje, voilà, zo. Kijk goed, Sinterklaasje. 1, 2, 3, en hoppakee. Aha, hey. Voilà. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Dus dames en heren, ik ga niet koppelen. Niks in deze koker, helemaal mee. Niks in de andere koker, ook voor... Check! Sinterklaas, we moeten je nadelen vandaag, zeg. Blijf daar, voilà. Jongens en meisjes, 1, 2, 3. Oké, ja, waar zijn die handjes? Ja. Ja, hier heb ik niks. Daar heb ik nog een fles. Wacht, deze heb ik even wegnemen, voilà. Hier heb ik ook nog een fles, deze heb ik ook even wegnemen. 1, 2, 3. Dan heb ik hier nog een fles, zoals die hebt, voilà. Dan gaan we die fles ook even uithalen. Zo, en dan gaan we nu toveren.
Het is daarvoor! Alles in Thomas Petrik. Sinterkadabra. Sinterkadabra. Oké, okay, waar zijn die handjes? Op 3, 1, 2, 3. En dan ook nog 2 colaatjes en dan krijg ik meestal een groot applausje. Want ik ben op zoek naar een papa om naar voren te komen. We gaan even komen kijken, hè. Waar gaat Piet? Kun jij even een stoere papa nemen, maar met een klein hoofd? Dank u. Ja, voilà. Piet, jij moet gaan kijken. Papa's die vrijwillig zijn, mogen de handen druk steken. Assortie doen ze dan. Voilà. Aan mijn vriend is het enthousiast uit. Allee, dank u. Zullen we zien? Die verdient een kusje aan Sinterklaas. U mag even hier komen staan. Voilà. Pieter. Voilà. We gaan vandaag. Ja. Pieter, je zit toch zo waar je zit uit vandaag. Amai, zeg maar. Je moet gaan zitten, Pieter. Voilà. Er is heel belangrijk voor de kinderen te schrikken. Een beetje langer. Ja. Zeg, en zoals gewoon, zeg. Wij gaan vliegen, vliegen. Zeg, en je moet toch een beetje zenuwachtig vandaag. Ja, voilà. Jongens en meisjes, we gaan vandaag iets heel cools doen. Twee jaar geleden heb ik iemand in brand gestoken. Heb je dat op? We gaan het dit jaar niet doen. We gaan het dit jaar nog spectaculairder maken. Ik ga jou met mee dat negen zwaarden doorsteken. En als alles goed gaat, ga ik straks ook nog jouw hoofd volledig laten verdwijnen. Zijn jullie er klaar voor? Ze kent de show al twee jaar geleden al. Zijn jullie er klaar voor? Ja, dat is wel. Jongens en meisjes, we gaan eraan beginnen. Music Maestro. Jongens en meisjes, ik heb een koker meegedacht. En meneer, jij mag gewoon je hoofd hier indrukken, doe maar. Voilà. En gewoon aan de onderkant vasthouden. Ja. We gaan het deurtje dicht doen. Fantastisch, een beetje zo. Ja, deze kant ook. En jongens en meisjes, we gaan nu de meest gevaarlijke koker van de wereld. Ik ga hierdoor meer dan 9 zwaarden steken. En als alles goed gaat, gaan we straks ook Pieter zijn hoofd laten erbij. We gaan eraan beginnen. Yes! Zwaar te brengen! Oké. Okay. 1, 2 en net 3. Nog 2 zwaarden, bloedzwaarden, jongens en meisjes. Heel gevaarlijk. Voilà. We gaan er. 1, 2 en 3. De volgende. Taps. Voilà. Hebben we nog zwaarden meegebracht? Echte magische zwaarden. Cool is het helaas. Een van Mega City, we gaan. 1, 2, 3 en nog eentje. 1, 2 en 3. Mooi blijven zitten. Ja, dan gaan we. Nog 2 zwaarden. Die wil ik hier voelen nog eens zwaarden. Wat doen we? Ja, dan gaan we. Deze nog erin. Deze nog erin. Zo, de laatste 2 zwaarden. Dan gaan we. En dan gaan we Pieter zijn hoofd laten verdwijnen. Klaar. 1, 2. En 3. Ik ga nu met jullie samen dat deurtje openen. We gaan dan kijken. En als alles goed gaat, is straks Pieter zijn hoofd voor iedereen. Maar waar zijn die handjes? En we gaan nog een keer oefenen. Allemaal samen, Thomas druk op 3. 1, 2, 3. Ja, we gaan nog 10 geluiden. 1, 2, 3. En jongens en meisjes, ik ga nu het deurtje openen. En die gaan goed kijken. Want jullie gaan Pieter zijn hoofd niet missen. Klaar? 1, 2 en 3. Geef hem een daverend applausje. Ja, ja, ja. Zijn hoofd is volledig weg. We gaan een keer draaien. En jullie, zo, jullie zien, zijn hoofd is volledig verdwenen. Dus geven we hem een extra applaus. Yay! Maar, nu wordt het leuk. Het deurtje gaat dicht. Want jullie krijgen van mij kolommen. Dus wie blijft zitten, kijk de lol van mij. Hier vooraan, dat is voor jou, alsjeblieft. Ah, alsjeblieft. Voilà, dat is eentje voor jou. Kijk, wacht. Ja, goed zo. Voilà, Sinterklaas, kijk er nog een ballon. Ik mag je niet vergeten, alsjeblieft. Pieter, wil je niet erop kijken? Doe maar van achter in de zaal. Voilà, Pieter, alsjeblieft. Voilà, zo. En we nog 2 zwaarden. Voilà, vooraan voor Sinterklaas, alsjeblieft. Ja, voilà, goed zo. Voilà. Alsjeblieft, ja, goed zo. De laatste 2, een knuppel en een zwart. Wanneer wil jij? Alsjeblieft, Josje. En dat is weer bedankt. Maar
Pieter begint een beetje moe te worden, dus we gaan proberen om Pieter terug te toveren. Waar zijn die handjes? Op iedereen foto's, 1, 2, 3. Ja, en als je dan kijkt, mag ik je handjes loslaten, Pieter. Dan geven we een dagelijk applausje. Ja! Ik ga vandaag ook lesgeven. Ja. Meester Koop heeft mij gevraagd om jullie allemaal te leren hoe je moet de verkeerslichten maken. Waar is meester Koop ergens? Meester Koop? Ah, en wie komt er naar voren die wil mij helpen? Jij? Justin Bieber, jij ook naar voren. Ik ga naar Bieber. Kom maar voor. En geef al een applausje. Laat me Justin Bieber! Voilà. Komt erbij, meneertje. Voilà. Gaan we dat plezier komen staan. En wat is jouw naam? Justin. Allee, jij. Ja, Justin. Ja, Justin Genet. Justin Genet. Ja, ja, dat kan ik. Justin Genet tennis? Ja, dat kan ik. Justin Genet was, ja. Justientje, we gaan er al beginnen. Wat is je naam? Ah, Gustijn. Gustijn, kom. Gustijntje, we hebben hier een verkeerslichtje meegebracht. Heel belangrijk om goed te antwoorden. Wat moet je doen bij groen? Dan moet je doorrijden. Bij geel, dan moet je doorrijden. En bij rood, dan moet je voilà. En dat is mijn specialiteit, want wij gaan met deze balletjes samen een verkeerslichtje. Justijntje, rood voor jou, groen voor jou, geel voor jou. Zit er nog iets in? En dan stemmen we erbij. We gaan beginnen. Zo, welk balletje moet er eerst in mijn koker om een verkeerslicht te doen? Groen. Ja, goed zo. En dan. Dankjewel, Justijntje. Is dat de juiste bal? De eerste bal. En dan de gele bal. Is dat juist, jongens en meisjes? En dan de rode bal. Is dat juist? Dus hebben we gewoon moeten beginnen. Groen, heel groot. Allemaal samen? Ja! Applausje voor Justijn die dat fantastisch heeft gedaan! Yeah! Ja, ik ga goed op de hoogte zijn. Wat is het? Zeg maar Justijn, wat heb ik gedaan? Zeg, ik heb die balletjes achter mijn rug verwisseld, hè? Sinterklaas! Justijn heeft die ballen achter mijn rug verwisseld. Dat is niet zo flink. Dat is niet zo flink, zeg. Piet, heb ik er een zakraak? Dan gaan we dat mogen hebben. Zeg, Justijntje, kom op dat niet te doen, jongen. Hou dan. Zeg, we gaan er nog één keer doen. En ik moet mijn rood dat ze niet meer gaan wisselen. Nee, uit. Rood. Groen. En geel. Niks meer. Hallo. Oké, we gaan het nog één keer doen. En Justijntje gaat alles doen. Balletje nummer 1. Groen. En balletje nummer 2. Geel. En balletje nummer 3. Rood. En we hebben nog wel moeten beginnen. Groen. Heel rood. Allemaal samen? Applausje voor Justijntje! En dat heb je goed gedaan, hè? Nee! Zeg! En de geest is nu weer al gewisseld! En dan stap ik gek voor u! Zeg, wat de kindjes in mij aan het uitlakken is, Justijntje! Sinterklaas, wat gaan we daaraan doen? Ik denk dat ik het doe. Maar je moet mij beloven dat je niks gaat doen met mij, hè? Maar we gaan de rode bal weg doen. Geen rode bal meer. Bye bye. Dat was goed, Justijntje. Dus, we doen het zonder de rode bal. Groen en geel. Ik heb iets gebruikt. Welk balletje eerst? Zeker. Heel zeker. Groen. En dan? Geel en dan? Maar waar is de rode bal? Nee, die zit hier gewoon in, onze meisjes. Voilà. Dat hij een heel groot applaus verdient. Ja, ja, ja. Wauw. High five. Ja, ik heb ook wel een leuk. Ik heb ook nog van mij een heel mooi fotootje, alsjeblieft. Geef hem een extra applausje. Justientje. Justientje. Wat denk je? Justientje. Ja, wat heb ik gezegd? Ik zeg al heel erg Justientje. We hebben vandaag mijn enige echte goochelboek meegebracht. Wie heeft ooit al zo'n goochelboek gekregen? Een paar? Wel, vandaag kun je drugs zo'n goochelboek winnen. En één voordeel, Sinterklaas, alle goocheldrugs van de show staan er voor één uit. Ik heb nodig 5 jongens, 5 geitjes,
die alles kennen van K3, Spring, Plop en Mega Cindy. Wie gaat er? Vijf jongens, vijf meisjes. Uit de lucht. Want we gaan vandaag eens doen dat ik normaal niet mag doen van Sinterklaas. Wat gaan we toch doen? We gaan vandaag het kusjes spelen. Ik moet er niet eens in, just a baby kijk voor je. Je moet zo doen, zo zo. Jongens, wat is straks zo? Zo. Maar de meid, hallo. Jij mag straks zo doen, kijk voor je. Zo. Man. En als je elkaar tegenkomt, mag je een kusje geven. Ja. Op het mondje, ja. Wie het langste kusje kan blijven geven van ons koppeltje, die krijgt het koppel. Josje van K3, zit jij dan zitten? Ja! Nou, dat is een goede antwoord. Zie jij dat zitten? Wil jij kusjes geven aan de jongens? Ja! Nou, ik heb goed nieuws voor jou. We gaan dat een keer proberen. Ja, ja. Dus je moet zo gaan. En ik denk, wat zeg je? Nee, ik ben verliefd op Sinterklaas. Ja, ja, ja. Nee, en jij? Nee. Oei, ja. Wat zijn de goede dat ik heb gedaan? En jij? Nee. Oh, hier zeg, hè? Nee. En jij? Ook nee. Oh, nee. Oh, Piet, zeg. Ik heb het aan mij kan staan, hè. Zijn jongens er klaar voor? Ja. Zeg, kom op, en is om over schieten, jongens. Zeg, halen mijn hart, zeg voor u. Maar, Sinterklaas, we hebben een afspraak gemaakt, hè. Ja, ja. Ik mag dat vandaag niet doen. Nee, ik heb dat 2 jaar geleden gedaan en ik kon bijna niet meer terugkomen. Dus we gaan iets anders doen. Ah. Ik heb er wel wat de pit meegebracht en we gaan een spelletje spelen. De meisjes tegen de jongens. Ja, jullie gaan straks een Sinterklaas liedje horen. En als je weet wat liedje dat is, mag je lopen naar de baan en mag je bellen. Als je juist kan antwoorden, krijg je van mij 1 punt. Maar nu wordt het superleuk, want als straks de papa's voor de jongens kunnen meezingen en de mama's voor de meisjes, dan krijgen ze 2 punten. Maar dat is enkel als iedereen vandaag meezingt. En ik heb vandaag liedjes meegebracht dat iedereen kent, want het zijn allemaal Sinterklaas liedjes. Ja. Oké, zijn de jongens er klaar voor? Ja! Niet meer, hè. Denk je mij weer over schieten, hè. Zijn de meisjes er klaar voor? Ja! Ik hoop mij niet over schieten, hè, mijn meisje. Klaar? En als het verkeerd is, is het -5. We gaan beginnen. Klaar? En de bal als je het weet. Start. Ja! Ja! Je bent verslaan door een meisje, hè? Zeg, wat is je naam? Fran. Fran. Voilà, spreek jij Frans? Nee. En je zegt Frans. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Fran. En wat weet jij Frans? En je spreekt Frans, dat versta ik ook wel. Wel wat liedjes, hè? Uit? Nee. Sinterklaas is verkeerd, hè. Want wij staan nu in Antwerpen met de boot. Ja, ja. Nou, we gaan het wel goed kunnen. Applaus voor de Flannetje! Ja. Maar, nu wordt het leuk, want nu gaan alle mama's meemees. Iedereen die hier zit, alle mama's meezingen. Ja, wie niet meezingt, komt bij de meisjes staan. Heel het spelletje. Klaar? We gaan spontaan zingen. Als ik nog stop, betekent dat er één iemand niet mee zit. Klaar? Start! Stop! Allee, dan gaan we weer. Hallo, kruimelbolletje. Kijk, je hebt op Sissi. Voilà. Oké, passeer maar een beetje. Zeg, want er is daar een oma die niet wil meezingen. Maar kan discussie niet komen? Voilà, zo, met je afgrijp. Ja, met zo. Voilà. Zo. En ze negeert mij. Ze kijkt dat aan. Madame! Vous parlez français? Ah, ça c'est le problème. Ah, ouais, pas problème, hein, voilà. On va chanter la en français. Ok? Voilà. Vous êtes prêts? La, comme tout le monde. Vous êtes prêts, là, là, des problèmes. Hein. Voilà. 1, 2, start. Allez, on va pas couper. Allez, on va gagner la place. Maar, we hebben een bekende dame hier zitten, dames en heren. Josje van K3. Dus zij gaat ook een keer meezingen. Zo mooi, zo blond en niet alleen. Klaar? Dat is tegen u, hè? Op Frans. Dat is nog geen waar, zeg. Ja, start.
Een clown.
één van jouw clowntjes, inderdaad, Sinterklaas. En als het goed is, Sinterklaasje, ga ik hiermee een roken te doen. Maar ik beloof jou, Sinterklaas, dat ik de clown niet ga kapot maken. Krijg die toch terug? Je krijgt hem terug, volledig in orde. Jongens en meisjes, ik ben terug op zoek naar een assistent die bang is om een roken te doen voor Sinterklaas. Louise, schoon naam. Louise, kom erbij, want jij gaat nu de coolste bombetuk doen voor Sinterklaas. Mag ik even hier komen staan? Zo, moet je naar de eentjes kijken. Want we gaan nu een truc doen met de lievelingsclown van Sinterklaas. Sinterklaasje, ga een kleine aanpassing doen aan uw clowntje. We gaan proberen om dit clownhoofdje weg te komen. Maar ik beloof jou dat Louise straks het hoofdje zal terugkomen. Is dat goed? Dat is goed. Oké, daar. Je mag even vastpakken, Louise. Alsjeblieft. Zit er nog iets in mijn zakje? Nee, hè? Je mag je erin stoppen. En het enige wat we moeten doen is gewoon onze rok stuk doen. Maar er is vandaag een nieuwe hoofdstuk. We gaan de handjes naar boven doen. En we gaan straks zoeken. Hocus pocus Sinterklaas. Ja, klaar Sinterklaas? Waar zijn die handjes? Papa's aan. Ook de mama's en papa's. Ja. Allee, we zijn aan het protesteren. Ik tel tot drie. En we doen allemaal samen. Hocus pocus Sinterklaas. Klaar? 1, 2, 3. Hocus pocus Sinterklaas. Jongens en meisjes, applausje voor jezelf. Want het hoofdje is voor iedereen weg. Applaus! Dankjewel, dankjewel. Wat een goed druk. En Sinterklaas, het moeilijke is om het hoofdje terug te komen. Ik ga blazen. Ik knip er weer, en jongens en meisjes, het hoofdje is terug en ik krijg een applausje! Momentje, zeg, was het geen goede truc? Ja! En wat heb je dan gekund? Wat zeg je? Ik moet hem tonen, geklopt? Ik ga het doen. Niks in mijn zakje, daar gaan we, niks maar in. Voilà, dus dan blazen Sinterklaas. Ja, en jongens en meisjes, dat applausje voor mij, het hoofdje is weg. Dankjewel! Merci! Zeg, als ik dit net kon ik eruit halen. Jongens en meisjes, ik ben een zeer goede klant, ik ga heel goed toveren. Ik ben niet aan het zakje geweest. En helemaal ik, applausje voor mij! Is er iets meer? Zeg applausje voor Louise, want Louise heeft het blauwe hoofdje al teruggekomen. Ah. Was dat een goede truc, Sinterklaas? Nee, het was geen goede. Mag ik het nog één keer proberen? Een laatste kans. Laatste kans voor mij, Louise Wimmelen. Je mag blazen! En je mag het hoofdje weg. Louise, ga je helpen? 1, 2, 3. Applaus voor mij, jongens en meisjes! Ja! Yay! Yeah! Ja, heel mooi. Maar, Louise, wij gaan nu dat hoofdje terugtoveren voor Sinterklaas. Klaar, Sinterklaas, daar gaan we. 1, 2, 3, maar blazen. En het hoofdje is terug. Applaus voor mij! Kom mensen, nog een keer blazen. Sinterklaas blazen. Ja? Zeg. Ja, nu is het terug. Kom op de trein. Kom op. Sinterklaas, ik heb een technisch probleem. Ik krijg mijn hoofdje niet meer terug. Maar, ja, Sinterklaas, ik ga kwatsen op jou, Louise. Ja, hè. Maar ik ga het oplossen, Louise. Sinterklaas, kun je even je ogen dicht doen? Ik tel dan tot 10 en dan mag je je ogen terug open doen. Daar, allemaal oogjes dicht. En ik tel tot 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, 0. Applaus, het hoofdje is terug! Sinterklaas, je zit daar in de winter. Sinterklaas, we kunnen u de wel halen. Uw lievelingsklauwtje is terug volledig in orde. Haha, zo hè. Toch, wat heb je geduurd? Ik ben je wit geworden, maar dat was door de zon. Ja, maar Sinterklaas, nu gaat Louise toveren. Kijk goed, Louise, ben je er klaar voor? Even blazen. 1, 2, afgestaden. Laat maar vallen. En jongens en meisjes, dames en heren, het hoofdje is terug. En dan kijkt Louise meestal een tafel applaus.
extra applaus voor Louise! Jongens en meisjes, het is nu tijd om een hele grote... Ik heb een mama papa nodig die boven de 18 jaar is, die mij even willen helpen. Die wil even komen, laat maar. Ja, ja. Een mama papa die graag een gratis bezoek van Sinterklaas of Zwarte Piet wil. Voilà. Sinterklaas is er maar niet populair dit jaar. Voilà. En hier nog een applausje! Een serenadie. En alleen nu mag je niet blijven staan voor haar. Nou heren, Sinterklaas, ik heb jouw lievelingsspelletje uit Spanje meegebracht. En alleen, wat is jouw naam? Wat gaan we doen? Jij gaat vandaag een spelletje tegen mij spelen. Als jij wint, krijg jij een gratis bezoek van de Sint en de Pieter. Maar als je verliest, trakteer je heel de zaal op kava. En dit is een echte guillotine, jongens en meisjes, voor de kids van 6 jaar. Dit is allemaal echt. Steek de hoofd erin, directeur. Dat wordt niet verkeerd, hoor. Ik denk dat het net een beetje te groot is. Ja, wat is waar, kijk aan de bier. Ik vind het net als je jas hebt, dat kan misschien beter. Ja, ja, ja. Voilà, dat kan. Misschien de jas zijn van alles. En ook een brilletje. Ja, dan kan u zelf niet zien dat uw hoofd eraf valt. Voilà. Voilà, zit er maar in. Ja, dat kan beter zijn. Perfect. Dames en jongens en meisjes. Straks ga ik de fles naar beneden laten gaan. En als alles goed gaat, blijft directeren zijn hoofd aan zijn lichaam. Maar moest dat niet gebeuren, mevrouw. Jij mag dan een podium lopen en alles weghalen. Goed? Oké. Okay. Dames en meisjes, ik tel op 3. Mes gaat naar beneden. Ja, wat moet jullie directeur aan doen? Klaar! We tellen op 3! 1! 2! Sinterklaas! Mag dat doen van jou? Ziet er wel erg gevaarlijk uit. Ja, het is nog maar één keer mislukt deze week. Dus dat komt dan maar opnieuw, hè? Ja. Maak het goed, Sinterklaas! Hai. Allee, man. Allee. Ja, jongens en meisjes, daar gaan we. We tellen op 3. Amassa. En kijk goed naar het mes. We gaan beginnen. 1! Is helemaal beneden aangekomen. Maar nu gaan we kijken wat er gebeurt. 1, 2, 3. Hocus pocus, Sinterklaas. Jongens en meisjes, mag ik een dameapplausje voor jullie kinderen? Wauw! De dag van de maak. Die wil een extra applausje. Kinder Tom, nou! En dat was niet echt zo te wachten, jongens en meisjes. Ik denk dat hij een paar scheetjes heeft gehad. Dat zit er klaar. Zal dat, directeur? Heb je niks gedoet? Ah ja, maar blijven. Geef hem nog één klein applaus. Ja, directeur. De gevaarlijkste gok van de wereld, jongens en meisjes. Maar, ik denk dat het tijd wordt om een jaarlijkse traditie te doen. Want Pieter, die onze Pieten zijn ook hele speciale danspieten. Ja, ja, ja. En onze Pieter gaan vandaag een dansje even demonstreren. Pieter, kom er maar bij. Voilà. Twee Pieter mogen daar gaan staan. Voilà. Zo, jonge Piet. Voilà. Goed zo. Goed zo. Stoere Piet. Mag daar gaan staan. Tweede Piet. En Bril Piet. Ja, ja. Maar jij mag hier komen staan. Want we gaan vandaag de nieuwe medley doen. Dat betekent dat alle kindjes gaan meedansen. En wie het beste meedanst, die krijgt nog de allerlaatste prijs. Waar is dat feestje? En ik heb vandaag K3 meegemaakt. Daar, we gaan zwaaien. Van links naar rechts, ja. Wauw, super. Oké, we gaan het feestje van mijn meester. Waar zijn die handjes? Hoog en laag. En hoog, allee. Hoog en laag. En hoog en laag.
We gaan even kijken of ons kindje kunnen zingen. De liefde voor jou is niet van hier. Hier staan de mama's. Jij bent mama's. De liefde voor jou is niet van hier. Goed zo. Alles nog even gaan. Ja, ja. Dus jij zegt verliefd op mij, hè? Ja, hè. Gast in jullie Sint-vriendelijke school.
Mijn Pietjes en ikzelf zien er telkens weer naar uit om dit mooie feest bij te wonen. We hebben weer genoten van de grappen en de grollen van Clown Tobi. We vinden dit super leuk. Ik had het vorig jaar gevraagd en het is toch al gelukt. Het binnenkomen via de nieuwe ingang was weer iets nieuws. Stilaan zit ik de werking erop. Ik hoop dat jullie er ook snel gebruik kunnen van maken. Vorige week kwamen Fietspiet en Bange Piet op bezoek. Ze waren laaiend enthousiast toen ze thuis kwamen. Bijna niemand was bang. En alle klasjes waren druk in de weer om het Sinterklaasfeest voor te bereiden. De liedjes bij mijn aankomst en de vele versieringen in de zaal zijn daar het bewijs van. Ik ben echt heel blij met wat jullie gedaan hebben. Ook proficiat aan de meesters en de juffen die hierbij geholpen. Maar de Pieten zagen dat er nog wat werk is aan de speelplaats en aan de nieuwe ingang. Er werd, zo vertelden ze, een nieuwe werkgroep opgericht om dit waar te kunnen maken. Ouders en leerkrachten die de handen in elkaar slaan. Dat vind ik super. We brachten dan ook al wat materiaal mee als geschenk voor de speelplaats van de kleuters. Maar dat is voor straks. Ik wil trouwens ook proficiat zeggen aan al die ouders en vrijwilligers die hier toch behoorlijk vaak op school aanwezig zijn om te helpen. Bravo, dat verdient een applausje. In de kleuterschool is er trouwens veel veranderd. Juf Sophie was een hele tijd uit na die memorabele voetbalwedstrijd vorig jaar, waar zij en meester Fugge zich gekwetst. Zij wordt nog een tijdje vervangen door juf Sophie. En aangezien de nieuwe juf Shari eerst mama is geworden van Thibault, mocht juf Ietse haar eerst vervangen. Meester Fugge presseerde zijn knie. Daar hebben de dokters aan deze week aan gewerkt. En meester Fugge wordt vervangen door meester Stijn. Juf Cindy, juf Ietsen, juf Shari en meester Stijn. Komen jullie maar eens tot bij de cent. Juf Cindy en meester Steen. Ik hoop dat je net zo welkom voelt op deze school als ik me altijd voel. Bedankt dat jullie zo goed helpen zorgen voor een zintvriendelijke school en die lieve Bartenjantjes. Juf Iets, dat heb je ook gedaan het voorbije jaar en twee. Maar helaas is het vandaag jouw laatste dag. Oh. Oh. Laten we dan meteen ook een beetje jouw afscheidsfeest worden. Misschien kunnen juf Cindy en meester Stijn nu samen met de kinderen een liedje zingen. Als dankjewel voor jouw werk. Als welkom voor jullie zijn en uiteraard ook voor mijn verjaardag. Zien
Hins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt op zijn Nicolaas, ik zie hem al staan. Dankjewel voor het mooie liedje. Graag nog een stevig applaus voor deze jonge leerkrachten. En nu nog, dankjewel, maar ik moet even blijven staan. Ik zou nog graag iemand op het podium hebben. Mag ik nu het volledige Bartelteam erbij vragen? Leerkrachten en VZW. Kom maar op het podium. Beste leerkrachten, lieve mensen van de opvang, de keuken en de bus. Jullie doen hard je best om van deze school een leuke, leerzame plek te maken voor deze toffe kinderen. Dat is niet altijd gemakkelijk. En de Sint weet dat. Maar samen bouwen jullie aan een echte waterschool. Dat is top. Om jullie te helpen, draag ik weer geschenken. Voor de broeders, zoals ik al zei, op de speelplaats wat op te brengen. Ook de opvang zal daar wel mee varen. Voor het lager bracht ik wat spaargames. Met deze spelletjes kan ik deze knappe kinderen ook nog eens voor en naar mensen. Gaan jullie maar eens kijken naar jullie speelgoed. Dat mag nu. Dat ik opnieuw vertrek. Jullie mogen straks nog allemaal langskomen voor een zakje spullen. De Tom zal wel uitleggen hoe we dat doen. Geniet van het feest en graag tot volgend jaar. Daag! Jongens en meisjes, hier dan nog eens een naderend applaus, Sinterklaas! En we gaan weer allemaal rustig neerzitten, want jullie mogen straks bij de Sint komen voor een zakje snoep. We gaan dat elke beurt doen, We gaan beginnen met de kleintjes, zij gaan dan de zaal verlaten. De mama's en papa's kunnen de kleuters aan de klas afhalen. Voor de mama's en papa's die graag straks een foto hebben bij Sinterklaas, zoals elk jaar, gaan we dat doen nadat de kinderen hun zakje hebben gekregen. Dus dan mag je nog bij de Sint gaan worden. Thank you.
Maar even herhalen dat de mama's en de papa's de kleuterschool gaan halen van het klaslokaal. Jullie moeten dan rustig terugkomen voor een foto met de Sims. Als ze dat wensen. Als de mama's en papa's in de zaal zijn met kindjes die dan niet naar school komen, voor jullie ook passeren. Ik wil naar huis. Ik wil. 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 Ik wil.
luister rechts, voorbij het hoge licht, waar iemand te nemen ligt de Spanjoensstraat. Wil je voor Sinterklaas een GPS, die gevoel bij de buurt te staan. Zit je dat nu aan vragen, is misschien wat onbeleefd, maar ik zal wel eens willen weten, dat de lente stuurt u heen. Wil ik stil met een auto, ooit nog raar, dat mijn buurt dan zal stoppen, dat mijn buurt dan zal stoppen, dat mijn buurt dan zal stoppen. Thank you.